Station Vaartse Rijn is een spookstation. Onverwachte kostenpost bij de toerstart. En kip lekker op de kippenboerderij. Goedenavond, dinsdag 12 mei. Dit is U Vandaag. Het nieuwe station Vaartse Rijn in Utrecht ziet eruit alsof er elk moment een trein kan binnenrijden. Maar ook al is het af van de rechter, mag het voorlopig niet gebruikt worden. Omdat één man heeft geklaagd. We praten daarover met de directeur van de Natuur- en Milieufederatie, Joris Hogeboom. Dat kan toch niet dat één man al het werk stillegt? Ja, het is heel spijtig, maar het blijkt wel te kunnen. Ja. Met de procedures die wij in Nederland kennen. Zo is het inderdaad verlopen. En onze stamgast is vandaag oud-wethouder Kees van Eyck. Kees, zijn jouw plannen ook wel eens zo gedwarsboomd? Nou, valt wel mee. Ik kan wel tegen een stootje. Oh, kijk eens aan. Tot terugprocederen. Eerst het nieuws, Rob. Ja, wij beginnen met een flinke tegenvaller voor de provincie Utrecht. Er moet nog eens 3 ton naar de toerstart in Utrecht. Dat geld is om het openbaar vervoer tijdens het evenement goed te laten verlopen. Zodat je bijvoorbeeld ook met de bus naar het ziekenhuis kunt. De oppositie in de provincie is op zijn zachtst gezegd verrast over het nieuws. €285.000. Dat bedrag pompt de provincie Utrecht in het openbaar vervoer tijdens de toerstart. De oppositie schreeuwt moord en brand vanwege de uitgaven. Maar de waarheid is volgens de Utrechtse tourorganisatie heel simpel. De bereikbaarheid van de inwoners van de stad is een verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. En daarmee is eigenlijk voor jullie de kous afgedaan? Ja. Gisteravond blijkt uit een brief dat de provincie Utrecht zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van sommige delen van Utrecht tijdens de toerstart. Om problemen met het openbaar vervoer te voorkomen, trekt de provincie de portemonnee. En dat is omdat er een paar bussen niet kunnen rijden op zaterdag en zondag, die een andere route moeten rijden. En dat kost €285.000. Een beetje communiceren, een andere bewegwijzering, misschien een bus schrappen. Volgens de SP had de Utrechtse tourorganisatie zelf die investering in het busvervoer moeten doen. Hier gaat die Tour de France organisatie een beetje door de buslijnen heen fietsen, waardoor er mogelijk extra voorzieningen nodig zijn van een kleine 3 ton. En dan wordt er heel makkelijk, zonder kritische houding, gewoon gezegd, oh, dat is goed. Maar de verantwoordelijkheid voor het busvervoer in de regio ligt sinds 1 januari van dit jaar bij de provincie. Daarom vindt de tourorganisatie dat de investering van bijna 3 ton ook niet thuis hoort op de eigen begroting. Ja, ik vind van niet. En dat komt omdat het hier gaat om een investering in de bereikbaarheid van de bewoners. En niet zozeer in de bereikbaarheid van het evenement. De pendeldiensten die bedoeld zijn om de bezoekers op een goede manier naar het evenement toe te brengen, die zitten bij ons in de begroting. Gedeputeerde Bart Krol is vandaag druk en kan daarom niet voor de camera een reactie geven. Hij laat weten dat de provincie inderdaad verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Dat de provincie die taak heel serieus neemt. En bij het Diaconessenhuis in Utrecht staat verslaggever Floris Prenger. Ja, Floris, tijdens de toerstart kunnen we dus gewoon met de bus naar het ziekenhuis? Ja, dat kan. Want eigenlijk aan het einde van de straat, zo'n 200 meter, daar razen de renners straks voorbij. Maar het Diaconessenhuis laat weten dat er gewoon een bus gaat. Dus als je familie wil bezoeken die in het ziekenhuis ligt, dan kan dat gewoon. Ja, en die bereikbaarheid, dat is toch wel een issue, ook voor het ziekenhuis hier. Even op bezoek bij iemand die in het ziekenhuis ligt, kan best wel eens lastig worden als de Tour de France in Utrecht start. Vooral als diegene in het Diaconessenziekenhuis ligt. De route van de wielrenners gaat namelijk dwars door de binnenstad van Utrecht en het ziekenhuis staat daar middenin. Met een panelbus kunnen mensen naar het ziekenhuis komen en spoedgevallen worden doorverwezen naar het Universitair Medisch Centrum dat buiten de stad ligt. Volgens de tourorganisatie kunnen de hulpdiensten overal komen. Nou, we zorgen er wel voor dat alle wijken in Utrecht goed bereikbaar zijn voor zowel brandweer als ambulances en dat de inwoners daar niet onder te lijden hebben. De start van de tour zal heel veel mensen trekken. Dan lijkt de kans op een spoedgeval groter, maar ambulance en brandweer zijn er klaar voor. Ja, er zijn diverse veiligheidsscenario's ontwikkeld met de verschillende hulpdiensten, met de brandweer, met de ambulances, met de politie, met allerlei andere diensten. Die scenario's zijn uitgewerkt, er zijn alternatieven voor bedacht en dat is inderdaad aan het begin van dit jaar al gedeeld met alle betrokken partijen. We gaan terug naar Floris Prenger. Ja, Floris, zijn alle mogelijke problemen bij de toerstart met deze investering van de provincie nu opgelost? Ja, daar mag je toch wel van uitgaan. Als je zo'n forse investering doet in het openbaar vervoer, dan mag je verwachten dat de problemen daarmee zijn opgelost. En dat daardoor ook dan straks bij de toerstart alle toeschouwers en belangstellenden gewoon kunnen worden vervoerd. Maar dat ook de mensen die moeten werken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dat die gewoon naar hun werk toe kunnen. En ook de mensen die gewoon op ziekenbezoek willen. Ja, de provincie betaalt dus. Is het daarmee helemaal klaar of komen er ook nog onvoorziene kosten bij?
Ja, dat mag je niet hopen, want het ligt nogal gevoelig. Dat hebben we ook gemerkt gisteravond. Wel zag ik in diezelfde brief nog een verzoek staan om ongeveer 50.000 euro uit te trekken voor het aanpassen van twee rotondes. Daarvan zegt de provincie, nee, dat gaan we niet doen. Dat moeten jullie als tourorganisatie zelf regelen, want dat gaat over het parcours. Daar zijn jullie voor verantwoordelijk voor. En daar is ook ruimte voor ingebouwd op de begroting, zodat straks de renners gewoon over de route kunnen razen. En op 6 juli rijden ze de provincie uit. Floris, dank je wel. Utrecht is na jaren weer terug in de top 10 van de misdaadmeter. Volgens het AD stijgt de stad met 6 plaatsen en komt uit op plek 9. En dat komt vooral door het aantal autokraken in de stad. De cijfers laten wel zien dat het totaal aantal misdrijven in Utrecht afneemt. Stichtse Vecht doet het juist heel goed. De gemeente zakt in 1 keer met 38 plaatsen. Alle gemeenten in ons land zijn overigens opgenomen in deze misdaadmeter. Bewoners rond het Nassaupark in Harmelen zijn de overlast van hangjongeren spuugzat. Verschillende groepen jongeren gebruiken volgens de buurtbewoners drugs in het park en maken veel lawaai. En dat gaat van kwaad tot erger. Met name dus de drukoverlast. En afgelopen 5 mei hebben wij 4 mensen mogen betrappen met poging tot inbraak. Misschien wel een vergeldingsactie voor iemand anders. En de gemeente is op de hoogte van de problemen in Harmelen en wil samen met de bewoners een einde maken aan de overlast. Zo zijn er plannen om de bosjes weg te halen. En ook gaat de wijkagent vaker controleren. Volgens bewoners had dat al veel eerder gemoeten. Ze hebben het idee dat er niets met hun klachten wordt gedaan. Onzin, zegt de gemeente. Het verzuchten van er gebeurt toch niks, dat is in Woerden echt niet aan de orde. Als er gebeld wordt en er wordt een signaal gegeven dat er echt iets aan de hand is, dan wordt daar wat mee gedaan. Station Utrecht-Vaartse Rijn is zo goed als klaar, maar het duurt nog ruim 1,5 jaar voordat er ook echt een trein stopt. Dat komt allemaal door 1 bezwaarmaker. De man woont vlak bij het spoor, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. En dus blijft het station voorlopig leeg. Plek voor incheckpaaltjes en beugels om informatieborden aan op te hangen. Na 5 jaar bouwen is station Vaartse Rijn bijna helemaal klaar. Ja, we staan hier op het nieuwste station van Utrecht, station Vaartse Rijn. Het station bestaat uit 2 eilandperrons, daar één en hier één. Die straks alle stopterreinen richting Houten en richting Bunnik kunnen bedienen, zeg maar. Toch gaat het nog even duren. Een bewoner maakte bezwaar en de Raad van State gaf hem gelijk. In plaats van eind dit jaar is het station nu pas eind volgend jaar klaar. Ja, dat is natuurlijk vooral jammer voor de treinreizigers. Want die moeten nog een jaar langer wachten voordat ze hier kunnen overstappen of voordat ze hier kunnen uitstoppen om richting de binnenstad te gaan. Naast het traject woont Leo Verkuil. Bij passerende treinen ziet hij zijn huis trillen. Als er een trein voorbij komt, dan staat hier bovenop de glazen tegen elkaar aan te trillen. Zoals als je de koelkast nou lichtjes beweegt, dan hoor je ze heel lichtjes. Met een aantal andere bewoners tekende hij bezwaar aan tegen de spoorverdubbeling, maar Leo is de enige die de procedure uiteindelijk doorzet. Het is gewoon een pure principe kwestie op het laatst geworden. Want ik vind dat de ProRail eigenlijk veel meer aandacht aan de bewoners had moeten schenken. ProRail moest na de uitspraak van de rechter opnieuw trillingsmetingen uitvoeren. In mijn ogen is het wel zo dat eigenlijk het ministerie is gevraagd van maak die trillingswetgeving nu eens wat duidelijker in die tracébesluiten. Want het is niet alleen hier op Utrecht gebeurd, het is ook in Arnhem gebeurd. Zodat de burgers weten welke rechten ze hebben en zodat ja, hun rechten goed beschermd worden. Het spoor is in 2016 Verkuils probleem niet meer. Deze zomer krijgt hij met hulp van ProRail een andere woning. Als ik hier weg ben, dan mogen ze gewoon voor mij gebruik maken van het spoor. Dan heb ik daar toch een last van. Precies volgens planning is Vaartse Rijn eind dit jaar klaar. Door de extra trilmetingen en de daardoor opgelopen vertraging zijn de sporen nog niet op Utrecht Centraal aangesloten. Daarom is het station nog een extra jaar niet in gebruik. Als dat echt klaar is, dan gaan we natuurlijk de boel heel schoon houden, zodat het in ieder geval geen angstig spookstation wordt, maar een heel schoon en netjes spookstation. Ja, straks praten we hier verder over met onze gasten. Boeren in de regio hebben het druk. Het gras is dit weekend gemaaid en moet nu snel van het land af voordat het weer gaat regenen. Hier in Bunnik rijden loonwerkers af en aan om het land leeg te halen. Het gras wordt in de wintermaanden gebruikt als voer voor de koeien. De boeren werken door tot in de late uren, want het lijkt erop dat het morgen weer gaat regenen. Als het gras nat wordt, kost dat de boeren veel geld. Dat kost me, denk ik, op jaarbasis wel een 10.000 euro extra voerkosten in de winter.
Utrecht is begonnen met het bestrijden van de eikenprocessierups. De haartjes van deze rups kunnen bij mensen jeuk en tranende ogen veroorzaken. En om dat te verkopen worden ze nu al uitgeroeid. Ja, het gaat niet bepaald zachtzinnig. Een biologisch bestrijdingsmiddel wordt met flinke kracht de eikenbomen ingespoten, zodat alle blaadjes bedekt worden. En als de rups er dan van eet, gaat hij dood. Daardoor krijgt hij niet de tijd om problemen te veroorzaken. Die overlast die moet je eigenlijk vergelijken met overlast tussen brandnetel en berenklauw in. Contact met brandharen van de eikenprocessierups geeft gewoon rode bultjes, hevige jeuk. Kan overlast geven aan de lucht, luchtwegen, ogen. Voor die tijd dat hij dat gaat doen, willen we hem eigenlijk bestrijden. Dankzij medewerkers van een Leger des Heils winkel in Utrecht krijgt een meisje haar fiets weer terug. Een paar weken geleden viel het meisje en moest snel naar de dokter. Haar fiets bleef toen kapot achter. De medewerker van de winkel heeft die fiets nu gemaakt en daarna een oproep geplaatst op Facebook. Het meisje reageerde en komt binnenkort haar tweewieler weer ophalen. Ik maak mensen blij en ik ga hier aan het einde van de dag met een goed gevoel weg. En mijn week die kan nou niet meer stuk als dat meisje is geweest. Eind goed al goed dus, Eva. Heel mooi. Misschien hebben wij ook een beetje geholpen. Nou, het zou leuk met zijn, hè? Met de richte plaats. Hartstikke goed. We gaan het hebben over station Vaartse Rijn. U zag het net al in het nieuwsoverzicht. Het station is zo goed als af, maar ligt er de komende tijd werkeloos bij. Eén omwonende klaagde over trillingen en hij kreeg gelijk van de rechter. Hoe kan het dat één iemand zoiets groots tegen kan houden? Nou, daarover praten we met de directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Joris Hogeboom. En onze stamgast is Kees van Eyck. En als oud-wethouder heb je ook ervaring met dit soort zaken. Joris, je bent niet persoonlijk bij deze zaak betrokken, maar hoe kijk jij hiernaar? Is dit een soort David tegen Goliath? Ja, zo zou je het kunnen zien. Ik denk dat dit wel een van de extreme voorbeelden is die je kunt aanwijzen. Als het gaat om burgers die gebruik maken van juridische mogelijkheden om toch hun belangen goed te kunnen dienen. Ik denk dat daar heel veel goede voorbeelden van zijn die laten zien dat het belangrijk is dat dit soort wetgeving er is. Dat die procedure mogelijkheid er is. Ja, en dan gebeurt het ook af en toe dat het eigenlijk heel veel mensen pijn doet dat het gebeurt. En dat je dus dit soort vertragingen kunt oplopen. Want zie je dit dan wel als iets waar mensen van leed van ondervinden? Dat dus treinreizigers er niet te gebruik van kunnen maken? Nou, dat lijkt me evident. Als mensen inderdaad een jaar langer moeten wachten voordat ze van dit station gebruik kunnen maken, dan gaan heel veel mensen daar hinder van ondervinden. Ik heb trouwens wel begrepen dat het ook te maken heeft met het feit dat ProRail meer dan een jaar vooruit moet plannen voor de dienstregelingen samen met NS. En dat nu net ongelukkig uitkomt dat deze man in de zomer weggaat en dat je daardoor een heel jaar gaat missen. Dus het is niet alleen maar de juridische procedure. Het heeft ook met de bureaucratie bij op het spoor te maken, zeg maar, voor het spoorboekje. Maar hiervan gaan natuurlijk heel veel mensen last ondervinden. Tegelijkertijd zeg ik ook wel, het is ook goed dat we juridische mogelijkheden hebben in Nederland. Omdat we ook heel vaak zien dat er toch ook echt plannen worden gemaakt door bedrijven, maar ook door gemeenten die gewoon in strijd zijn met onze wet en regelgeving. Ja. Nou, Kees, jij bent oud-wethouder in Utrecht en Amersfoort. Maar deze man zei wel dat het een principe kwestie werd. Dat viel me heel erg op. Want ik denk, dan is het dus in het voortraject heel veel misgegaan. En nu is het, het maakt niet meer uit. Hij mikt alleen maar op of ik gelijk krijg of niet. Ik wil mijn ding doen. En dan gaat het doel heiligt de middelen, als het ware, op dit moment. Maar er worden wel heel veel mensen dan de dupe ervan. En dan denk ik van, moeten we nou zo in die juridische sfeer gekomen om iets tegen te gaan houden? En dan vraag ik me ook af, moeten we dan ons niet veel meer concentreren op dat voortraject? Ja, hoe kijk daar niet naar? Absoluut. Ik denk dat er heel veel meer mogelijk is. En als je zeg maar als overheid of als initiatiefnemer vanuit het bedrijfsleven met een plan komt, zorg vooral dat je de omgeving van je plan, van je project, dat je die goed betrekt. Dat je mensen laat meepraten, laat meedenken. Punt 1, worden je plannen daar ook echt vaak beter van. Daar kennen wij heel veel voorbeelden van, dat die plannen gewoon beter worden. Punt 2, plannen worden sneller uitgevoerd. En we zien ook heel veel voorbeelden dat de initiatiefnemers ook zeggen, ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. En zelfs als daar ook een stukje juridische procedure in gezeten heeft, ze toch nog zeggen, ik ben blij dat jij het gedaan dus hebt, want ik heb een beter plan. Aan laten komen, ja, maar alvast van tevoren. Je kunt daarmee voorkomen dat het een rechtszaak wordt in heel veel gevallen. Ik zeg ook meteen niet in alle gevallen, hè, want soms zegt de burger nog steeds van, ja, maar je bent niet voldoende aan mijn belang tegemoet gekomen. Maar sommige van die tegenstanders, die zetten toch eigenlijk vanaf het begin al hun hakken in het zand. Ik denk eventjes aan bijvoorbeeld deze man, die zou sowieso een spoorlijn vlakbij hem krijgen. Dan kun je praten tot weet ik veel wanneer, maar dan kom je er toch niet uit. Nee, dan kun je beter maar als getroffenen, om het maar zo te zeggen, zo snel mogelijk met die initiatiefnemer gaan kijken, waar kan ik zo goed mogelijk, zo snel mogelijk een andere woning vinden. Ja.
Dat is rationeel geredeneerd. Maar moeten we eigenlijk niet veel meer naar die mediation toe dan naar juristen hierop zetten? Want uiteindelijk de oplossing is ook dat hij in samenspraak met ProRail iets anders vindt en in feite zijn probleem niet meer het probleem hoeft te zijn. Ja. Dit is een voorbeeld, maar het komt vaker voor dat projecten stil komen te liggen door iets kleins. We hebben even een aantal voorbeelden uit de regio op een rij gezet. Het station Vaatse Rijn is niet het enige project dat vertraging oploopt. Er zijn tal van voorbeelden te noemen. De Utrechter Kees van Oosten heeft er zelfs een beroep van gemaakt om bezwaar te maken. Ik denk dat je op 95-96% van alle bezwaarschriften worden afgewezen. Jarenlang haalde hij het bloed onder de nagels vandaan bij de Utrechtse ambtenaren. Ik weet wel dat er gewoon ook, toen ik nog wethouder was, ook ambtenaren echt gewoon gekrenkt waren. Zo zorgde hij ervoor dat de bouw van megaprojecten als de Leidse Rijntunnel en Tivoli-Vredenburg met jaren vertraagd worden. Maar ook de natuur kan roet in het eten gooien. Op het defensieterrein in Soesterberg moesten deze vrachtwagens stil blijven staan omdat er zeldzame varens groeien. De wetgever heeft bepaald dat deze beschermd is en wij moeten ons daar ook aan houden. En in maart werd bekend dat vogels broeden op vliegbasis Soesterberg. De start- en landingsbanen zijn daarom de komende maanden verboden terrein. En ook archeologische opgravingen kunnen voor vertraging zorgen. Zoals hier in Soest, waar een projectontwikkelaar niet mag bouwen. Pot voor de potver, maar dan op een iets grovere manier, zei ik. Hetzelfde geldt voor een project in Doorn. Het vertraagt waarschijnlijk het proces. Al met al zijn er tal van factoren die een bouw of opening kunnen uitstellen. Van beroepsactivisten tot vogels. En een geluk voor de gemeente Utrecht? Van Oosten is met pensioen. Ja, Kees van Hek, je naamgenoot Kees van Oosten. Ja. Toen je zijn naam hoorde, dacht je gelijk, oh ja. Herkenning. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar wel irritant voor de gemeente, mag ik het zo zeggen? Nou, op zich is het best goed dat er van die luizen in de pels zijn die zaken volgen. Of een gemeente zijn zaakjes goed op orde heeft. Maar op een gegeven moment is het gewoon het juridische zoeken naar of er ergens een probleem is, een gaatje in de wet is, is het doel geworden. En dan vraag ik me af, wat schiet je ermee op? Want geen enkel project wordt veranderd, maar wordt alleen maar vertraagd. Herken je dat, Joris? Nou, dat laatste ben ik het niet mee eens. Kijk, als het mensen zijn die beroep maken, beroep instellen, bezwaar maken om het te traineren, hè, om het proces te vertragen, terwijl je eigenlijk al weet dat je inhoudelijk weinig grond hebt, dan denk ik het helemaal met Kees eens. Dat vind ik eigenlijk een hele verkeerde manier van gebruik maken van de wetgeving die we in Nederland hebben. En die er denk ik uiteindelijk ook toe kan leiden dat het zich tegen de wetgeving keert. Hè? Dat mensen daar zo kritisch op worden dat ze gaan vragen om het aanpassen van die wetgeving. Misschien ook wel naar aanleiding van dit soort voorbeelden. Tegelijkertijd zie ik ook veel procedures die uiteindelijk leiden tot aanpassen van de plannen, waardoor we wel kunnen voldoen. Geef eens een voorbeeld. Nou, we hebben zelf, ik moet even zeggen, wij voeren heel weinig juridische procedures. Ik denk gemiddeld eens in de 3 jaar komt het een keer voor. En het is voor onze organisatie, Natuur en Milieu Federatie, echt een uiterste redmiddel. Hè? Dus we zullen altijd investeren aan overleg aan de voorkant. En pas als dat echt niet lukt en we vinden dat er een zwaarwegend belang aan de orde is, dan gaan we naar de rechter. Dus dat komt eens in de 3 jaar voor. En ik herinner me nog goed een zaak, die speelde in Eemnes. Daar was een autosloperij gevestigd in een natuurgebied, in de ecologische hoofdstructuur. Zat daar illegaal, werd al jarenlang gedoogd door de gemeente, zonder milieuvergunning. Kreeg uiteindelijk toch een milieuvergunning van de provincie. Toen zijn wij naar de rechter gegaan en heeft de Raad van State uiteindelijk die milieuvergunning vernietigd. Dus de autosloperij kreeg die vergunning niet, moest ook weg. En 3 jaar later was er een feestje op de plek waarbij de provincie kon vieren dat de natuur daar zeg maar hersteld werd. En dat we daar een heel mooi gebied hebben overgehouden. Daar is echt een voorbeeld van een activiteit op een plek die daar gewoon niet thuis hoort. Dat is een heel concreet verhaal. Dat goed is gelukt. Vaak, en dat zagen we net in de reportage ook, hebben we het over vertragingen en plannen die toch doorgaan. Ja. Mensen die er wat verder van afstaan, die hebben ook wel eens zoiets van, wat een gezeur zeg, om dit gedoe. Ja. Kun je daarin vinden? Dat begrijp ik. En ook zeker als het is, wat ik net ook zei, als het gaat om vertragen, om het aangrijpen van procedures, om het maar te traineren en mensen dwars te zitten. Als dat echt de opzet is, dan denk ik, dan schiet het zijn doel voorbij. Geef ze advies van wat zou kunnen, zou moeten. Want iedereen stoort zich eraan. Ik denk dat er een aantal mensen zijn, en er komt nu het voorbeeld van Kees van Oosten, dat ken ik niet goed genoeg hoor, maar ik neem aan dat dat een voorbeeld is van iemand die eigenlijk een beroepsbezwaarmaker is en eigenlijk het bijna om te doen is om zand in de machine te strooien, zeg maar. Dat vind ik het een slecht voorbeeld. Ik denk, zo zou het niet moeten. Tegelijkertijd is dat de consequentie van een stelsel wat wij in Nederland hebben, wat het toch is om
zeg maar, te zorgen dat democratische regels worden nageleefd. Want ik heb een plaatje uit China. Je zegt het goed. Wij hebben een democratisch stelsel. Maar zo gaat het daar. Als je niet wil verhuizen voor de snelweg, dan bouwen ze hem gewoon om je huis heen. Ja. Jij zegt eigenlijk, investeer vooral beide partijen in het voortraject dat je gaat praten eerst. En is dat ook een verantwoordelijkheid dan van overheid en bedrijf? Ja. Absoluut, want dat is de initiatiefnemer van een plan. Dus wees vooral uitnodigend, betrek die bewoners, betrek maatschappelijke organisaties bij dat vooroverleg. Ik zei net al, je plannen worden beter en je krijgt ze sneller uitgevoerd. Er is overigens ook een commissie geweest voor het kabinet die dat ook hetzelfde heeft geadviseerd. Hè? Commissie Elverding, zorg vooral voor participatie aan de voorkant. Ik vind ook de verantwoordelijkheid van maatschappelijke partijen, dus ook van mijn soort organisaties, om daar goed in te investeren. Dus niet meteen en niet te lichtvoetig inderdaad naar die rechter te gaan. Maar vooral, je moet het hebben van overleg. Jij noemt het woord mediation. Ik denk, je moet het hebben van overleg. En dan kom je er in 90-95% van de gevallen gewoon wel uit. En dan kijk je, hoe zit de regelgeving in elkaar? Ja. Hoe kunnen we daar op een goede manier invulling aan geven met elkaar? Iets anders. Jij bent van de Natuur- en Milieufederatie. Wat voor eieren koop jij? Biologische eieren. En waar voldoen die aan? Hoe bedoel je, waar voldoen die aan? Betekent dat de kip denk ik niet helemaal opgesloten zit? Ik vrees dat het nog wel een paar graadjes beter kan. Dat ook biologische eieren nog van kippen komen die nog maar weinig ruimte hebben in Nederland. Nou, ga je naartoe, denk ik. Ja, precies. Ja, we hebben een verhaal over vrije uitloop kippen. Ja, maar binnen de uitloop heb je nog baas boven baas. Daar hou ik naartoe. Zeker weten, want de kippen van boer Thomassen van pluimveebedrijf De Zandschulp leven daadwerkelijk als god in Frankrijk. Hun achtertuin in Overberg is namelijk in de prijzen gevallen. Deze kip bevalt het zo goed in haar Overbergse paradijs dat ze zich gisteravond verstopt heeft toen de rest op stok ging. De hele nacht was ze buiten. Heerlijk, maar wel een beetje eenzaam. Gelukkig komt haar 15.000 koppen tellende familie er nu aan. Elke ochtend mogen de kippen van De Zandschulp naar buiten om te scharrelen onder de fruitbomen of bij het wilgenbosje. Die bomen maken het voor hen zo fijn hier. Want kippen zijn van oorsprong bosvogels die alleen naar buiten durven als er beschutting is. We hebben best wel wat last van roofvogels hier ook. Het is heel mooi als de kippen kunnen vluchten onder bomen dan. Dat zie je ook gebeuren als wij een roofvogel in de lucht zien. Zie je gelijk de kip onder de bomen wegvluchten. Terwijl de dames genieten van de voorjaarszon, worden hun eieren op de lopende band geladen. Het pluimveebedrijf is ook zorgboerderij. En de cliënten verzamelen dagelijks met veel plezier 14.000 eieren. Dat zijn er niet meer dan bij een normaal bedrijf. En ze zijn ook niet lekkerder. Maar daar gaat het de boer niet om. Het zijn onze dieren en we vinden het zelf ook plezierig als we zien dat ze genieten. Ja. Vandaag krijgt de boer de prijs voor mooiste kippenuitloop 2015. Van het Louis Bolk Instituut in Driebergen. En niet alleen omdat ze het geluk van kippen belangrijk vinden. Wat we merken uit onderzoek is dat in uitlopen waar dus flink beplant is, dat watervogels als ganzen en eenden, die vinden het daar helemaal niet leuk meer. En dat zijn vogels die je eigenlijk liever niet tussen de kippen hebt, want die kunnen bepaalde ziektes overbrengen. Zoals bijvoorbeeld dat vogelgriep wat de laatste tijd heel erg in het nieuws is geweest. Dus de veiligste en vrolijkste kippen van het land scharrelen in Overberg. Maar hoe weten we eigenlijk dat ze blij zijn? Nou, je hoort de kippen hier, hoor je allemaal van die hele zachte pokgeluidjes maken. En dat zijn eigenlijk hele tevreden geluiden. Aha, zo klinkt een blije kip dus. Ja, de tevreden bosvogel, zo leer je nog eens wat. De prijs voor de boerderij is trouwens een film over het goede leven van de kippen. Ja, de directeur van de Natuur- en Milieufederatie wist het natuurlijk, hè, dat kip een bosvogel is. Dat is het toevallig. Oh ja, oké. Ik stel het net bij de Kees, ja. We gaan naar het weer. Vanavond klaart het verder op en het koelt af naar een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag, wel met wat stapelwolken. En het wordt toch een hele prettige 17 graden. Ja, dan kijken we wat verder vooruit. Dan zien we overal een wolkje verschijnen. Net eigenlijk keurige lentetemperaturen van zo rond de 15, 16 graden. Ja, dan de weerfoto van vandaag. Die is gemaakt door Karel Bangma uit Bunnik. En hij maakte dit kiekje van de moeder eend. En we hebben ze geteld, hè? 8 kleintjes. 8 jonkies, heel schattig. En wij bedanken onze gasten Joris Hogeboom van de Natuur- en Milieufederatie en onze stamgast Kees van Eyck. En we hadden het over het nieuwe spookstation Vaartse Rijn. Het ligt er werkeloos bij. Maar ja, ik denk dat we toch wel blij mogen zijn dat wij in een land leven waar je überhaupt mag procederen. Tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl en op onze app. Wij zijn er morgen weer, hè? Heel graag tot dan. Dag. Fijne avond. Dag.